Verdachten Girkin, Dubinsky en Tsjatsjenko worden veroordeeld. En de rechtbank kwalificeert de bewezen verklaarde feiten in hun zaken als de eendaagse samenloop van het medeplegen van een luchtvaartuig opzettelijk en wederrechtelijk doen voor ongelukken, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten was en het feit iemands dood ten gevolge heeft. En het medeplegen van moord, meermalen, namelijk 298 keer gepleegd. Dit zijn strafbare feiten, waarvoor de verdachten Girkin, Dubinsky en Tsjatsjenko ook strafbaar zijn.